Goedemiddag, we zijn hier op visite bij Jan en bij Tony. Maar ze gaan de eigen dagen eens even voorstellen. De meeste mensen kennen dus al, denk ik, via de media. Jan is een hele bekende, ook en Tony ook. Dus ik ga even de heren even voorstellen. Jan, zeg maar eens bij wie je bent en wat je doet. En ik ben dus Jan Karsten uit Wierden. Ik ben 58 jaar. Ik ben getrouwd met Irma. Ik heb een dochter, Rosalien, van 20. En ik heb pasduim. Oké. Okay. Oh, en Tony? Ja, ik ben inmiddels, heb ik een sessie ervoor. Dus ik ben 60 jaar. Vanaf 1972 duiven. Aantal keren verhuisd. Van Enschede naar Goor. Van Goor naar Marklo. En vanaf Marklo, dat was 1992 dat ik daar begonnen ben. En ik ben op zich 10 jaar algemeen kampioen geweest midfield. Okay. Weer later overgeschakeld naar de Vond. En dat is ook goed gegaan. Okay. Met goede prestaties. Okay. Jullie zijn goede vrienden van elkaar. Ja. Yep. Komen wel lang bij elkaar ook, hè? Yep. Jan, wat zijn jouw favoriete vluchten? Dat bent de Vitesse. Vitesse vluggen, Midvond vluggen, Jonge Duiven. Ja. De Vond vluggen doe ik natuurlijk ook mee. Ik ben een generaalspeler. Ik speel alle vluggen die, zeg maar, in het rayon in de afdeling voor het kampioenschap voorkom. Die speel ik graag mee. Oké. Okay. Dus. Oh, dat is leuk. Ja. En jij, Tony, nu nog alleen nog ook de overnachting of nee, alleen? Nee. Ik heb vanaf 2012 heb ik de overnacht gespeeld. Ben ik begonnen. En ja, ik heb 2 keer over de NPO gespeeld. 2 keer over het tweede nationaal. 3 keer bij de eerste 10 internationaal. En ik vind in de marathonwereld, vooral de duiven betreft, je hebt zoveel verliezen voordat je duiven, goede duiven op het kweekhok zet, ben je kwijt. Okay. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ik denk ook wel goede bekende liefhebbers, dat ze toch de duiven te lang doorspelen en ja, duiven worden vermoeid. En hoe langer de afstand, hoe vatbaarder ze zijn voor roofvogels. Ja, ja. Onderweg. En jij, Jan, heb je ook wel eens de overnachting? Speel je er ook nog wel? Ja, zeker. Ik speelde dus maar met 1 of 2 duiven mee op de overnachting. Ik heb vorig jaar, kon ik 2 duiven, had ik klaargemaakt voor de overnachting. Maar die hebben ze mij uit concours gegooid, omdat mijn vrouw lid is. En die had ik dus per ongeluk op mijn vrouw zijn naam staan. Ja. En die heb ik voor de vondvluggen weer teruggezet. En blijkbaar mocht dat niet, want ze waren geënt. Ze stonden op mijn naam. Ik had er een probleem mee, maar dat mocht dus niet. Okay. Toen moest ik dus 1 duif uitzoeken, zeg maar, voor de overnachting, van mezelf dus. Ja. En dat ik verder alleen maar dagvondduif had, toen dacht ik van, welke duif zou het dan kunnen, weet niet, omdat ik alle vluggen speel. Ja. Van begin tot einde, Vitesse, midvond, dagvond, overnachting. Toen dacht ik, nou, als er eentje kan, dan moet het die duif kunnen. Dat was Jack, 819, zeg maar. En die duif doe ik mee. En die vliegt 2 keer in de kop in de overnachting. En die wordt dus Vond overnachtingskampioenduif van het hele rayon. Met 1 duifje mee. Ja, dat is knap. Dat hoor je niet vaak, hè? Nee. Er zit een mooie prestatie. Ja, zo dan. En afgelopen toen zei ik in Tony, omdat hij nog overnachtingsduim had, van ik moet toch zien dat ik een paar meer overnachtingsduim krijg. Toen zegt hij tegen mij, oké, dan breng je wat jong, weet niet. Ja. Dan moet je maar eens kijken waar je daarmee kunt. Ik zei, nou, Tony, daar zou ik erg blij mee zijn. Dus hij kwam met 5 jonge duiven aanzet. Toen zei ik direct aan hem, ik zeg, dat, ik heb een jong gekregen uit de tweede nationaal Hagen van hem. Ik zeg, ik denk dat dat de beste wordt. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Okay. Maar omdat het op de overnachting moet, en mijn vrouw moest ook duim op naam hebben, heb ik die duiven op mijn vrouw zijn naam gezet. Die jonge duim, die vond duim. Omdat die eigenlijk niet meekomt met die jonge duim. Nee. Ja, zeg maar, toen de vlucht af was gelopen, toen heb ik eentje heb ik er aangehouden, zeg maar. Ik denk, dat wordt de beste, die hou ik aan. Ik denk, want ik wou niet zoveel overnachtingsduim. Nee. Ik denk, dat vond ik de beste. Ik heb Tony ook verteld van, ik zeg, dat gaat hem worden, die gaat hem worden.
En ik doe die duif, zet ik op mijn naam. Op de hoklijst ook op mijn naam, dat ik niet weer gesorteerd midden krijg met de afdeling. Ja. En wat blijkt nou, die duif vliegt ook twee keer in de kop. Alleen, wij zitten bij een zaterdag rayon. Ja. Die duim zijn op Bezigak, zeg maar, losgelaten op een zaterdag. Dus die komt zondags terug. Dus die vlucht die telt eigenlijk niet meer in het rayon. Oké. Kijk, dus dat is jammer, zeg maar. Anders was die duif, 100% was die kampioen duif geworden. Heeft twee keer in de kop gevlogen weer, die van Tony. Hebben jullie hier veel zondagvliegers dan? Nou, we zitten gewoon bij een rayon, zeg maar, wat aangesloten is bij een zaterdag. Die vliegen alleen op zaterdag. Ja, ja. En die doen geen zondagvluggen. Nee, dus okay. Als wij zondagsvluggen hebben, dan tellen ze niet mee. Nee. Dus je had hem de goede duif aan gegeven, Tony. Had je er geen spijt van gehad? Natuurlijk niet. Nee? Uit dezelfde koppel krijgt hij weer twee jongen terug. Ik ga dat koppel weer samenstellen. Ik heb de tweede nationaal Agen van 2019. Die heb ik nog gemaakt. Heb ik niet meer gespeeld. Die zet ik weer terug op zijn oude de Vin. Waar Jan ook die goeie van heeft. Ja, echt, dat is een, voor een jaarling is echt een topduif. En ik ga de koppel weer samenstellen. Oh, okay. En toch wel weer twee jongetjes voor Jan. Hij kreeg weer twee jongen van mij, hoor. Dat is op de kop. Ja, dat moet helemaal goed komen, Jan. Ja, en die vliegt gewoon twee keer bij de top. Bij de eerste vijf in Trajon vliegt die twee keer kop, zeg maar. In En ook heel vroeg in de afdeling. Dus ik denk eigenlijk, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik denk dat het de beste jaarling hier in afdeling 9 is. Okay. Op de overnacht. Jan, hoe lang zit je al in de duivensport en hoe ben je begonnen in de duivensport? Nou, ik was 6-7 jaar ongeveer. En ik kwam bij mijn opa, kom bij het Hulsen, die heeft een boerderij. Daar kwam ik dus met mijn ouders, ging ik daar naartoe op visite. En nou ja, toen zag ik dus dat mijn opa daar duiven had zitten in de ren. Ja. Zo'n renhok. En daar zat ik dus altijd maar voor te kijken. Ik weet niet, ik had zelf geen duim, ik wist niks van. Ik zat te kijken. En toen zei ik zo tegen mijn opa, vind ik dat mooi, weet niet, die duim. Dat zei mijn opa, als je dat mooi vindt, zou ik je wel een paar duifjes geven, zei ze. Weet niet. Maar toen deed hij mij dus postaart en een paar mailtjes, weet niet. Gaf hij mij mee naar huis. Maar ik had er helemaal geen verstand van. Dus ik had ze eerst in een konijnnok zitten, in een groot konijnnok. En later in een koolnok, zeg maar. En wat mij toen opviel, dat de buurman iets verderop, die had allemaal postduim. En mijn duim, die liet ik los en die wou niet vliegen. Die gewoon een rondje vliegen, maar dan ging ze weer zitten. Ja. Toen ging ik weer terug naar mijn opa een keer. Toen zei hij mijn opa, die duim van opa, die duim van jou wil niet vliegen. Ik zeg, die duim van anderen, ja, zei jongen, zei die, dat zijn postduim. Dan moet jij postduim hebben. Ik zei, oh, nou, dan breng ze terug, zei ik dan hem, maar dan moet ik postduim hebben. En zodoende, zeg maar, kreeg van mijn opa de eerste postduim, toen ik jaar of 7 was. Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig. En geleidelijk aan, heb ik er steeds meer geleidelijk een hok gezet. Omdat alleen die duivensport zo duur was toen nog. Je moest een klok hebben, moest man nemen en alles. Ben ik dus pas in 1980, zeg maar, eind 1980, ben 81 geloof ik dat was, ben ik dus lid geworden van de vereniging. Oké. Okay. Hier wie en weet niet. En toen ben ik echt gestart. Oké. Okay. Ja, en dat ging een paar jaar hartstikke goed. Maar ja, ik had verkering en ik heb dit huis gekocht. Toen ben ik met mijn ouders, mijn vader verzorgde die duiven daar, want ik was druk met dit huis, met de verbouwing bezig. Dus ik had geen tijd meer voor die duim. Toen heb ik ze dus weggedaan, want ik was heel druk met mijn werk en alles. Maar toch in 1991 dacht ik van, ik moet toch weer duim hebben. Ik kan het niet zonder, weet niet, ik moet toch weer duim hebben. Dus toen ben ik naar 3 liefhebbers gegaan hier in Wien. Maar omdat ik heel veel onkosten had aan dit huis, zeg maar, kon ik niet een duur duivenhok kopen, een klok kopen, man kopen, alles weer terugkopen. Ik denk, ik ga gewoon voor plezier wat duiven nemen. En toen heb ik tegen die liefhebbers gezegd, doe maar wat slagduifjes. Doe maar gewoon wat slagduin, daar ga ik mee beginnen, gewoon voor plezier. Ik was niet van plan bij de vereniging te gaan, maar ik wil gewoon die band weer hebben met de postduim. Ja. Toen zijn die mensen, nou, na de vluggen in september, dan kom maar, Jan. Dan, ik zeg, zet ze maar klaar in de mand en laat mij zelf maar uitzoeken. Zo heb ik bij die 3 liefhebbers, heb ik de duim gezocht wat mijn beste aanstond. In de hand, en wat ik gevoel van had, ik weet niet wat ik heb soms, maar ik heb er, weet niet, ik heb er altijd goed, zeg maar, meestal wat ik moet hebben, dat zie ik wanneer.
En ook wat duimen zijn ze van, Jan, die moet je niet nemen, want ja, die hebben maar geen prijs gevlogen. Ik zeg, maakt niet uit, daar hou ik ze wel voor de kweek. Ik heb ze gewoon voor plezier. Heb ik ze meegenomen, ik heb ze overgewend. Toen wou ik jong kweek, maar toen zei ik de mevrouw van, luister, ik ben geen lid van de vereniging, maar hoe moet ik die jong nou ringen? Ik wil die jong ringen. Ja. Met zo'n ring. Dus toen heb ik die jong geringd. En toen ben ik toch weer lid geworden van de vereniging. Toen in 92 heb ik dus voor het eerst weer meegedaan. En ik was meteen weer jonge duivenkampioen. Uitslagduim. Ja. En ook nog de beste jonge duif van het rayon. Tweede kampioen van het rayon. Dus dat ging in één keer in 92 ging dat super. Ja. Toen ben ik in 1993 heb ik dus die jaarling aangehouden, zeg maar. En ook wat van die ogen waar ik vertrouwen in had. Daar ben ik mee gaan vliegen. En ja, wat er gebeurde, het ging in één keer bam, bam, bam. Vitesse kampioen, midvan kampioen, jonge duim kampioen. Ik deed die slagduim, zeg maar, wat ik had, die deed ik mee op die fondvluggen. Word ik nog derde fondkampioen in de vereniging, de week nog. En ik was dat jaar, in 1993, was ik voor het eerst al generaal kampioen van onze vereniging. Ja? En toen dacht ik, nou, wat zou dan ook beleven? Ik had ook nog de beste Vitesse duim van het rayon en vanaf 1993 tot en met dit jaar, zeg maar, 2023, de onafgebroken 31 jaar ben ik nu generaal kampioen van een club geweest. Nu zit ik in Rijssen bij de club, want onze club is meer gestopt, zeg maar. Ja. Allemaal liefhebbers overleden en gestopt en noem maar op. Dat werd zo klein, dus nu ben ik dan bij een nieuwe club, maar daar was ik ook, het eerste jaar was ik ook nu direct generaal kampioen. Okay. En ook van het rayon was ik generaal kampioen. Okay. En jij, Tony, hoe ben jij begonnen in de duivensport? Hoe is dat bij jou, die virus, gekomen? Ja, ik kom eigenlijk, al mijn ooms, ik heb 7 ooms, die hadden alle 7 uit de postduiven. Oh. Dus ik kom eigenlijk uit een postduivenfamilie. Dus een echte postduivenfamilie? Ja, ja, en ik ben in 1972 gestart. Oké. Okay. Nou, een paar keer verhuisd, et cetera, et cetera. En ook net zoals Jan begonnen is, weer eerst voor de hobby en leuk en... Ik was helemaal geen lid van de club, maar ik kon ze gewoon gelukkig in Enschede kon ik ze bij de club de Rijsduif, die inmiddels niet meer bestaat, kon ik ze gewoon inkorven. Dus ik had maar 6 jonge duifjes en nou, ik ging de tijd noteren ten opzichte van de mededeelname. Ik ben in 1980 ben ik verhuisd naar Goa eerst. Ging ook goed. Maar oké, je bent puber. Jong volwassen te zeggen. Je gaat uit, nou niet zo serieus. En ik ben in 1992 verhuisd naar Marklo. Ik denk dat ik de mooiste vrouw in Marklo heb gehaald. Maar ze wou in Marklo blijven. En, dan ben ik echt serieus begonnen met een klein hokje. Ik had 16 leerlingen. En het ging vanaf moment 1 ging het al goed. Okay. Ik haalde duiven uit België. En NATO-kampioen, want ik speelde de jonge duiven niet. Ik werd meteen NATO-kampioen met de jonge duiven. Een jaar erop, in 94 was dat, met die jaarlingen. Werd ik meteen midvondkampioen in de kring, van afdeling G toen nog. En ik ben eindelijk 10 jaar lang onafgebroken midvondkampioen geweest. Ik had ook 8 jaar lang de beste midvondduif. En ik heb me echt gespecialiseerd op de midvond toen. Okay. Ook meerdere keren kampioen. In 2007 ben ik gestopt. Was eigenlijk niet zo mooi. Het was puur om jaloezie. Ik had het helemaal gehad. Ben gestopt. En ik ben in 2012 weer begonnen met Marathon Duiven. Een andere van Jellema, eigen soortje, van Dennis Borkent. En dat ging heel snel. Ik had meteen de eerste marathonvlucht die ik speelde. Speelde ik meteen de 6e nationaal. En ik miste net de Olympiadeduif op de marathon. Die speelde 3 keer Tiltekst op 1 jaar. En die moest net die 4e keer dat doen. Toen was die weg. De 4e keer dat ik hem toen weer meedeed, was die weg. Dus er was ook weer een domper. En daarna heb ik nog een paar keer de eerste NPO gespeeld. Ik heb 2 keer over een tweede nationaal gespeeld.
Zelfs op de, ja, wat voor mij wel heel belangrijk is, op de zwaarste vlucht van deze eeuw, dat was een Agen 2019, hebben die duiven gemiddeld 41 graden boven nul onderweg gehad. En ik speelde de tweede nationaal. Die duif die moest tegen de eerste nationaal nog 120 kilometer meer afleggen. Okay. Ik speelde toen ook de tweede nationaal Jalingen. En ja, die ben ik helaas verspeeld. Die jaar erop met de eerste keer loslaten in februari wordt een slechtvalk. Dus dat is de pech. En alleen wat ik nu ondervonden heb met mijn marathoncircuit is... ik verspeel te veel duiven die ik graag op kweekhok wil zetten. Een marathonduif die begint eigenlijk pas als tweejarige, als volwassen te worden. Meestal gaan ze nog wel tot 5 jaar door. Maar ik heb gewoon ondervonden dat momenteel dat het een echt een letterlijk en figuurlijk een afvalrace is met een marathonduiven. Ja. Al die roofvogels die allemaal geschikt zijn tegenwoordig hier in West-Europa, allemaal gedoogd. En ja, dat zet mij nu toch wel tot een punt dat ik die marathonvluchten weer achter mijn rug ga laten. En ik ben dit jaar ben ik weer begonnen om weer duiven aan te schaffen, ook van Jan. Om toch weer een stukje programma te spelen. Ja, misschien wel. Een hele volledige programma. Ja. Ik heb dit jaar op de marathon maar 3 keer gespeeld. Ik heb alleen maar nu duiven aangehouden. Omdat ik heb ook gezondheidsproblemen gehad. Ik heb nu alleen maar duiven aangehouden. Er zijn er maar 19 van de 72. Die 3 keer mee, 3 keer prijs. Okay. Dus ik heb de lat heel hoog gelegd. Ik wil minder duiven. Ik wil toch een ander spel doen, dus ik ben me momenteel aan het oriënteren daar. Okay. Jan, jouw favoriete duiven waar jij het liefste mee speelt, wat is dat voor soort waar je nu eigenlijk goede successen, of tenminste al heel veel jaren goede successen mee hebt? Nou, ik ben altijd al een liefhebber geweest van vroeger van de Janssen-Arendonk-duim. Ja. En de Klakduim en Valloonduim. En later is daar Hermans, Kusters, doorgekruist, zeg maar. Ja. Maar hoofdzakelijk zijn het nog steeds die oude Janssen van Loonluim, zeg maar, wat nog steeds bij mij het beste doen. Oké. Okay. Maar ik moest ze natuurlijk inkruisen, want zuiveren, dat gaat niet meer. Nee. Maar gewoon, ik zie gewoon, als ik bij mensen kom, ook heel veel duiven uitselecteren bij mensen. Ja. En dan vraag ik altijd van, nou, kan ik daar wat uit komen of... kan ik daar wat van krijgen. En zo was het ook met Dreesje, met mijn stamdoffer. Ja. Kwam ik bij Drees Doornewaard in Nunspeet. Die vroeg in 2004 of ik zijn duim wil selecteren. Toen zei hij, wil je ook even naar de kwekers kijken? Dus toen keek ik naar zijn kwekers en toen deed hij me wat duimen in hand. En ja, wat ik heb weet ik soms niet, maar ik heb er heel vaak geluk mee. Toen zei ik tegen hem van, dit is een super... Duffin, een super echt. Dat weet ik niet, zei hij. Nou, ik zei, dat weet ik wel. En toen vroeg hij zo, wat krijg je van mij? Ik zei, nee, hoeft niks. Ik zei, maar als ik kan, doe me maar een laadjonkie uit dat koppel. Weet niet, die doffen passen er ook goed op in. Ja. Want ik probeer de duim, zeg maar, met koppel, probeer ik de duim links op rechts te zetten. En met de ogen op elkaar te zetten. En zeg maar, ja, ik kijk naar heel veel dingen hoe je die duim moet koppelen. Oké. Okay. En, toen bracht dus Doornewaard, die bracht mee, ja, droom bracht hij mee, in de zomer bracht hij mee een jonkie. En ik zei direct aan hem, die gaat naar kweken ook, want dat wordt een goeie. Ja. Ik had er meteen een heel goed gevoel van, over. En dat was dus mijn stamdoffer, zeg maar, gewoon, dat ik heel, heel goed nooit gehad, zeg maar. En dat is ook weer familie van dit jaar van Brett, die was 18e beste Vitesse en midvondduif van Nederland weer, wie heeft ze beter. Mm-hmm. Ik heb ook dit jaar ik ook de 4e beste jonge duif van Nederland, wie heeft ze beter. En de 2e beste jonge duif van de PIPA-ranking. Yeah. En die jonge duif was ook 5e Olympiade duif. En daar zit allemaal dat oude soort nog in, van die oude Dreesje, weet je. Ja. En nou ja, met die jonge duim ging het ook weer goed. Alleen, ja, de buurman die liep me 1 keer de duim los met een zaterdagvlucht, weet je, dat die duim thuis kwam. Dus die heeft het even verknoeid voor mij. Yeah. En nu was ik dus tweede jonge duimkampioen van de afdeling gewonnen. Tweede snelheidskampioen en noem maar op. En ik had dus met die jonge duim maakte 3 bij de eerste 5. Kampioen duim bij de afdeling. De eerste, de tweede en de 5e. Beste jonge duif van de afdeling 9 had ik dit jaar. Okay. Dus
Een mooie prestatie. Ja, ja. Daar was ik, was ik blij mee. En in 2019, zeg maar, ging het ook hartstikke goed. Toen was ik ook snelheidskampioen van de hele afdeling. En dit jaar natuurlijk tweede. Ja. Maar ik zit er altijd, jaren zit ik er al goed bij. Dus, Zitten jullie allebei in dezelfde vereniging? Nee. Ik, afdeling 9 is verdeeld in Noord en Zuid. Ja. Yeah. En ja, de scheiding die zit net tussen ons in. Dus, okay. Ik ben er trouwens ook overgegaan afgelopen jaar, afgelopen najaar, van reizen. Want ik hoorde eindelijk niet thuis in reizen. Omdat reizen Noord is, ben ik toch teruggegaan naar Lochem, Schelderland. En ja, ik hoor daar thuis. En ik denk ook met de Gemmerduiven gezien, dat ik daar ook beter overeenkom. Ja. Omdat ik dan de langste afstand heb van Zuid. Ja, ja. Ben je al begonnen, Jan, met het kweken? Nee, ik kweek altijd ongeveer rond de 20e januari. En als het vriest, dan wacht ik nog een paar dagen. Ja. Want ik vind het winterkweken en zo, dat, ik heb het nooit gedaan. Nooit, nee. Van mijn hele leven niet. En, nou, ik ben nu vanaf 92, had ik dan weer jonge duim. En ik ben drie jaar ben ik geen jonge duimkampioen geweest in de club. Twee keer tweede en één keer derde en de rest altijd jonge duimkampioen. En ook in de afdeling, in de kring, in de rayon ben ik er altijd bij. Ja, ja. Hoeveel jonge kweek je zo ieder jaar, Ik kweek zo ongeveer 50 jong van mezelf. En nou ja, dan ga je afregen en alles. En dan doe je een goede 40 of zo, hek klaar voor de vluggen. Ja, ja. Ik heb er na de vluggen heb er 33 of 34 hek erover gehouden. Oké. Okay. En jij, Tony, hoeveel kweek jij er ieder jaar voor je eigen? Dat was eerder, voor een aantal jaren terug, 120, denk ik, voor mezelf. Ik ben afgelopen jaar ben ik naar 90 gegaan. En ik ben van plan om dit jaar nog naar 60 te gaan. Oké. Okay. En ja, ik heb het een beetje geminderd. Bewust, ook voor mijn gezondheid. En ik kweek net zoals Jan ook... we doen een beetje samen daarin. Ik kweek ook dan ook zo een beetje half januari. Nou, dat komt ook een beetje overeen wat ik Jan beloofd heb. Ja. Dat koppel, die brengt voor hem groot. En ja, ik heb ook dit jaar voor het eerst weer verduisterd met mijn jongen. Ja. Vliegen jullie dubbelwetenschap? Vliegen? Ik denk, ik heb een idee dat de duffen soms meer aan kunnen op de dag vond. Dat je dan meer rendement uit haalt, weet niet. Okay. Dus ik doe dus in het begin speel ik wat de meeste doe ik allemaal de duffers mee en dan een stuk of 4-5 duffen en die speel ik dan graag op de dagvond. Kijk, want ik moet natuurlijk, ik heb 23 wedenaars, kan ik hier ook. Ja. Eentje van reserve, die is een 24. Ik heb een hokje van de 8 bank. Daarnaast in schuifduur heb ik aan de achterkant 12 banken zitten en aan de zijkant nog 3. Dus 23 duffers, maar dan mijn vrouw is ook nog lid van de vereniging. Dus die heb ik er ook een paar. Moet ik er op naam zetten van haar. Ja. Dus dan moet ik dus... ik moet duimen voor de Vitesse. Ik moet duimen voor de midvond. Ik moet duimen voor de dagvond. En ik moet duimen voor de overnachting. En voor de overnachting zeg ik... Doe ik er soms 1 of 2, dan doe ik er mee. Ja. En altijd met veel succes. Zeg maar, ja. Dat ik draai altijd. En voer je die allemaal tegelijk? Gewoon alles allemaal hetzelfde? Of zeg je van, nou nee, die dagvond krijg je dit en dat? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik voer mijn duiven in potjes. Ik heb allemaal potjes in het hok staan, omdat dat natuurlijk moeilijk is. Een duif die op de Vitesse die moet je natuurlijk anders voeren dan een duif op de dagvond. Snap je? Ja. En daarom voer ik mijn duiven allemaal in potjes, maar ze zitten allemaal in één hok. Dus de Vitesse tot de overnachting. Okay, ja, zijn dan allemaal dus... in één hok. En mijn vrouw zijn duimen zit er ook niet in, want ik heb niet anders, ik heb niet meer. Ja. En daar moet ik het mee doen. Maar kijk, ook naar de vluggen kijk. Als je zwaardere vluggen bent, moet je natuurlijk iets anders voeren dan lichte vluggen. Snap je? Ja. En ja, wat ik ook doe, maakt niet uit. Als het een kopwind is of van de wind af. Het gevoel. Maar voeren, kijk, ik kijk ook naar een duif. Als ik die duif pak ik daar soms in de hand en denk ik, nou, jij moet iets minder, die moet iets meer. En dan voer ik allemaal per lepel. Maar ze krijgen allemaal afzonderlijk voer. Dus niet allemaal hetzelfde. Dan denk ik, die moet iets meer, die moet iets minder. Ja. En dat heb ik gewoon een beetje in de vingers, denk ik. En, maar
En de duifvinnen, die heb je gewoon allemaal... De vinnen heb ik allemaal bij elkaar heen. Ja. En dat doe ik om tegen te gaan dat ze met elkaar aanpaan. Ja. Heb ik dus een broedhokje eronder in zitten op de grond, extra. Om een doffer, één doffer, die reservedoffer, die stop ik daarin. Ja. En die probeert dus die duvin van de vloer te houden. Pak een goede felle doffer die verder daar wil broeden met zijn duvin. Ja. En dat die duvin niet zoveel kans hebben om te broeden. Mocht, ja, jaloezie. Ja, mocht het toch zijn dat toch wat duvin aanpaan, dan pak ik ze en dan heb ik achter mijn tuinhuisje heb ik van die aparte hokjes zitten normaal. En dan zet ik ze apart. Ja, ja, ja. Dat ze niet aanlopen, maar dan, dan kun je het kunnen. Hoe doe jij voeren, Tony? Ik speelde eerst alleen maar met doffers. Vanaf 2001 of zo ben ik ook begonnen met duvinnen. Dus totaal wetenschap. En net wat Jan zegt, van de doffers die voeden ook in potjes. Ik bedoel, op een gegeven moment leer je de duiven wel kennen welke meer voer nodig heeft of minder voer nodig heeft. Ja. Ik bedoel, een duif die druk is, heeft meer energie nodig, dus extra voer. De laatste jaren heb ik gespeeld op nest. De laatste paar jaar heb ik totaal wetenschap gespeeld, omdat ik ook de duvinnen wou testen. Maar ik heb wel inzicht gekregen dat sommige duvinnen op totaal wetenschap geen waarde hebben. En sommige op nest alweer. En dat ben ik nu weer aan het onderzoeken. Dus die duiven die ik voor de overnacht heb overgehouden, ook de jongen die ik dit jaar over heb gehouden, ga ik gedeeltelijk op nest spelen. Negen nestkoppels. En de jaarlingen die ga ik dan spelen op totaal wetenschap. Hoeveel koppels heb je in totaal? Ik heb op het moment straks 9 nestkoppels. Ik heb 6 kweekoppels. En ik heb 37 weduwnaars. Met zo'n beetje 20 vliegduvinnen erbij. Okay. Dus ik speel niet alle duvinnen, ik heb ook duvinnen over. Dat wat Jan zegt van, ja, sommige duiven zijn niet geschikt. Of komt er een duif alleen thuis zonder duvin, dat ik toch weer wat achterhand heb. Ja. En ja, ik ben nu momenteel een hok aan het bouwen om duvinnen, vooral in de zomerdag, om toch 10 tot 12 duvinnen achterhand te hebben. Ja, ja. Zoals Jan, die is een topman op met jonge duivenspel. Hoe gaat dat bij jou af met de jonge duiven? Afgelopen jaar ben ik begonnen met 82 jongen en ik heb 72 overgehouden. Oh, dus... Ze zijn totaal 10 keer mee geweest. Okay. Jan, hoe? Jij speelt al jaren heel goed met de jonge duiven aan de top. Kun je de mensen eens uitleggen hoe... Het komen goede duiven natuurlijk en een goede liefhebber. Maar kun je de mensen eens een tip geven? Waar moet je nou op letten met de jonge duivensport om... beter te kunnen presteren. Is dat nou een speciaal of... Ja, je hebt daar feeling voor, maar... kun je de mensen dat uitleggen? Kun je ze advies geven van... als je het nou zo doet, dan zal het misschien iets beter gaan... met die jonge duivensport. Want je speelt al jaren top met de jonge duiven. Ja. En dat zal best wel een foefje zijn. Misschien weet je dit helemaal niet te vertellen. Ja. Maar ik ken jou al heel lang, dus ja. Ik weet dat jij dat... gewoon wil... dat er geen geheimen voor hebt. Het belangrijkste is gewoon de gezondheid van de jonge duim. Daar moet je zorgen voor de vluggen dat die duim super gezond zijn. Weet je niet? Ja. Sommige mensen die krijgen heel vaak telefoontjes van... Jan, mijn duim zijn niet in orde, wat moet ik eraan doen en dit en dat. Laat ik vooropstellen, mijn duim krijgt normaal nooit geen medicijn. Ik ben al jaren van de medicijn afgestapt. Alleen soms met die jonge duim, als ik toch echt zie dat ze wat met de luchtwegingen hebben... Zeg maar, dat moet je ingrijpen. Dat is gewoon makkelijk zaak. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat ik ze wel eens wat geef voor ornithose. Maar alleen met die jonge duim. Ja. De oude moet echt weerstand hebben. Ja. Wat ik doe, dat is... ik gebruik dus al jaren clinetriel van Jan Borgink. Weet niet, heb ik al vanaf 1991 gebruikt dat al. Nou, ik gebruik dat spul dus, zeg ik eerlijk, ik doe een dubbele dosis, wat hij zegt. Ik heb gewoon in hem gezegd 4 milliliter op 2 liter water... Vind ik gewoon, het zou wel goed zijn, maar ik vind het gewoon te weinig. Dus ik doe gewoon 8 milliliter op een grote bak water. En die bak water is 1,8 liter ongeveer, 1,7, 1,8. Ja, 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 ja. Ligt er hoe vol hij hem gooit natuurlijk. Ja. Daarnaast gebruik ik dus al jaren nu allicine. Ik gebruik allicinepoeder 2000 ppm. En in mijn ogen hou je daar de duim gewoon heel schoon mee. Echt heel goed. En... verder, ja, ik kijk gewoon, ik kom nooit bij een dierenarts.
Die mensen hebben mij nooit gezien. Alleen vorig jaar ben ik met Tony naar Nander Wolf geweest voor de eerste keer. Niet om best te laten onderzoeken, maar mijn beste kweekdevin had een gezwel. En die heeft geprobeerd Nander de Wolf dat weg te halen. Maar die duif is dus tijdens de operatie is die ingeslaan. Oh, dus, ja. Vervelend. Maar verder hoef ik niet. Ik heb zelf zo'n microscoop heb ik gehad. Ik heb hem nog, maar ik kijk er nooit naar. Ik ga gewoon, je moet gewoon elke dag, heb ik ook een maatje van mij gezegd. Die kolie heb ik ook nooit gehad van mijn lim. Ik weet niet wat kolie is. Ik snap niet hoe ze de mensen eraan komen. Want kijk, als je ziet dat een duif spuugt of die heeft natte mest, dan moet je direct ingrijpen. De mensen, wat ze doen, dat is gewoon, die wachten gewoon te lang en dan krijg je problemen. Ja. Als ik zie, zeg maar, tuurlijk spuugt mijn duif ook wel eens keer een jonge duif, wat verkeersgevreden of wat dan ook. Maar dan denk ik meteen, oei oei, daar gaan we niet op wachten toch een dag of twee dat hij het wel kolie heeft of zo. Ik pak dat direct aan. Ik ga direct dus, die allicine pak ik, die meng ik met olie. Dan doe ik het over het voer, die allicine. En dan probeer ik ze direct weer, dat ze helemaal clean zijn. Dat ze weer schoon zijn. En dan hou je die probleem, hou je tegen. En dan één keer in de week op maandag, vaste prik, dat doe ik al meer dan 30 jaar, gebruik ik die clean triel van Jan Borgink. Ja, en met elkaar, ja, dat zeg ik eerlijk. Ik heb mijn duim, 31 jaar generaal kampioen. Als je je duim één keer ziek hebt, een paar weken, dan kun je het natuurlijk kunnen. Hè? Ja, ja, ja. En ik ga gewoon elke dag, elke man, elke middag, soms ga ik een keer kijken met die jonge duim. En dan ga ik zeg maar van links naar rechts, van onder naar boven, ga ik die duim allemaal bekijken. En dan mag helemaal niks aan mijn keer. Als een duif in elkaar zit of zo, dan denk ik, oei, dat is een foutje. Ja. En ook wat belangrijk is, een goede tip voor de mensen, het drinken. In de wagen, zeg maar, dat is het belangrijkste wat er is als je meedoet met die jonge duimvluggen. Je moet die duim, die moet dat drinken kennen in de vrachtwagen. Weet niet, als je dat kent, dan ben je al heel ver vooruit. En als je dat niet doet, ja, dan kun je problemen verwachten. Dat die duim geen waarde krijgt, dan daar is vaak de verliezen door, weet niet. Gezondheid niet goed. Ja. Even om in te haken. Heel even. Dat probleem wat Jan nu zegt, dat heb ik vooral. Ik heb een reizenmand. Heb ik aan mijn foyer zitten van mijn jonge duiven. Ja. Heb ik plexiglas overgebouwd. Mijn jonge duiven die moeten altijd naar de mand drinken. En dat is misschien ook het percentage wat ik net zei. Van ik hou heel veel jonge duiven over. Mijn jonge duiven die weten al en die kennen het al. Het drinken in zo'n reismand. Ik heb zo'n reismand heb ik op de kop getikt. Waterbakjes erachter. Dus ze moesten daar drinken. Ik heb een gieter. En wanneer ik tijd heb achter thuis. Dan ga ik altijd die waterbakjes die vul ik. En soms dan sleutel ik ze op, ga ik ze voeren, dus dat ze niet in de foyer kunnen. En dan boort ze eindelijk de wagen na met het klotsen van het water, dat ze meteen komen. Oké. Okay. Dus ja, oké. Okay, maar doe jij dat ook zo, Jan? Nou, ik heb een aluminium bak met dezelfde gaten in wat in de vrachtwagen zit, in de mannen. Ja. Die zet ik in tok, maar dan moet je een beetje slim zijn. Je moet die bak elke keer ergens anders neerzetten. Ja. Dat ze moeten zoeken. Dat ze dat kennen. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. Hè? En dat zeg ik ook heel veel mensen. Je moet dat niet altijd op één punt zetten. Ze moet die duim, dan zet ik hem in de ren, dan zet ik hem links, dan zet ik hem rechts. Dat die duim dus zelf moet gaan zoeken. Gewoon, dat die zelf. Ja. Dat zien ze dan ook in de vrachtwagen. Want als ik waterdrachten doe in de man in de vereniging. Ja. Ik doe mijn duim. Ja, die begint direct al wat. Ja. Begint ze al te drinken, dat kent ze al. Ja. Kijk, en dan ben je al voor. En ook de gezondheid van die duim en ook het africhten met die duim. Daar moet je ook heel voorzichtig mee doen. Dat heb ik mijn maatje ook verteld. Die heeft dus wel kolie gehad, heel erg kolie. Maar kijk, als je die duim voor de eerste keer wegbrengt, een duif heeft heel veel stress als je die in de mand pakt. Ja? Ja. Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Als die duim terugkomt, dan moet je daar direct wat aan gaan doen. Dan moet je ze direct, ik doe ze dan allicine. Maar als je dat niet doet, dan bek je weer kolie op. Ja. Weet niet, die duim hem heel veel stress. En ook in de vrachtwagen, zeg maar, dat is de eerste keer meekom. Een duif die stress heeft, die verbruikt heel veel zuurstof. Ja. Ja, als je heel veel zuurstof gebruikt, dan kun je ook problemen krijgen met die duim. Die zijn dus, als ze loskomen, zijn ze helemaal dol. Ja. Dus je moet gewoon, dat alles moet je nemen zoals het is, zeg maar. Je moet gewoon denken van, ja, wat ga ik doen? Rustig aan met die duim doen. Rustig afregen, niet te veel doen, heel rustig in de mand pakken de eerste keer. Een stuk wegbrengen, direct zorgen dat ze even wat krijgen, dat ze geen kolie krijgen. En zo doe ik het aan Jan en dan gaat mijn Jan al goed af. Okay. En doe je ook bijlichten? Ja. Ja?
Ik lig wel bij. Ik doe verduisterend en ik lig bij. Want anders, kijk, met water en voer, met die jonge duim, als je hard wil vliegen, dan lukt dat niet zonder verduisteren en ligt, lukt ook niet meer zonder bijliggen. Ja. Die duim die moet dus nog aardig wat pennen hebben. Als je zeg maar 5 pennen hebt gegooid, dan ben je kansloos. Dan, ja, dan kun je het natuurlijk kunnen. Ja. Ze scheiden ze ook op een gegeven moment na een bepaalde overlijst altijd gewoon bij elkaar lijden op nestje komen? Of, Ik heb maar één hok met duiven. Eén hok met jonge duim. Ik heb daarnaast heb ik wel een ren zitten. Die kan ik wel los doen nog. Maar ik scheid ze niet. Ik ga ze gewoon bij elkaar. Al jaren doe ik dat zo. Maar ze hebben wel wat vakjes, zeg maar, waar ze kunnen paren. Maar ik wil dat niet in het begin. Dan zorg ik dat ze niet met elkaar kunnen paren. Dat hou ik allemaal dicht. Ja. Zet ik niet los. Pas de eind van de jonge duimvluggen, dan moet je pas scoren. Dan moet je zien dat je weer een beetje stimulans krijgt in die duim. Dat ze een beetje druk hebben naar huis. Weet niet dat ze dat graag, dat ze naar huis willen. En dan laat ik het wel toe. Ja, ja. En jij, Tony, doe je dat ook zo een beetje? Of heb jij weer een ander systeem? Nee, 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 nee. Wat Jan vertelt, dat doe ik ook een beetje. Ik heb ook verduisterd. Ik verduisterd trouwens al vanaf 1985. Ik heb dat gezien bij Chimay Verbrugge. En die zegt van, 's avonds om 6 uur verduisteren. En voordat je naar bed gaat, het is donker, trek je je gordijnen weer. Want hij heeft mij uitgelegd, wat is nou eigenlijk verduisteren? Verduisteren is eigenlijk hetzelfde principe als winterjongen kweken. Die hebben ook een korte dag met spenen. En Jan, die verduistert pas wat later als wat ik doe. Ik verduister meteen. Meteen met spenen ga ik al verduisteren. Want dan heb ik gewoon hetzelfde indruk dat het winterjongen zijn. En het is eigenlijk hetzelfde principe. Ja. Ja, ik heb natuurlijk hier met mijn marathonperiode heb ik natuurlijk nooit verduisterd. Want toen dacht ik altijd bij mezelf van, vooral op de natuur, als ze op 2 open pennen staan, of 1 open pennen staan, hoe verder in de rui, hoe beter. Want dan kunnen ze de koppel niet volgen. Dan moeten ze alles individueel doen. Ja. En dat heb ik jaren gedaan zo. En dat ging best wel goed. En maar ja, nu heb ik wat programmaduiven aangeschaft, nou, via Jan weer. En nu ben ik weer aan het verduisteren. Ik zie op dit moment, we zijn nu 13 december. Nou, ze zijn er bijna allemaal door. En ik denk dat ik misschien nog 5 of 6 van de 72 nog op 1 oude pen staan. Dus die komen er ook wel door. Ja, ja, ja. Ja, ja, die komen er run door. En je hebt nog een paar weken voor je. Ja, nee, maar ik heb er ook wel een beetje in verdiept, ook wat ik vroeger deed. En dat heeft Jan mij laatst ook een keer verteld. Hij heeft me even die tip gegeven van, ja, duiven die zo laat mogelijk in het jaar door de rui komen, die beginnen ook zo laat mogelijk weer in het voorjaar. En ik denk bij mezelf, ja, dat klopt inderdaad. Mijn vondduiven, ja, die moet ik altijd bijknippen. En pennen knippen, dat ik zeg van oké, die 5e pen die is zo belangrijk, ook voor een marathonduif. Hè, want de marathon die gaat naar Perpignan bij Girac tot eind juli, begin augustus. Dan moet je zien dat je die rem gaat stoppen. En ja, meestal ja, dan moet je die pennen knippen en een keer trekken, dat die 5e pen daar staat. En dat scheelt een maand. En dan heb je het over die pennen knippen en de pennen trekken. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat heel veel marathonliefhebbers dat doen, maar ook, ik denk ook een tip voor mensen, voor liefhebbers die ook nog met de vinnen op de natuur willen spelen. Het is gewoon, als je die 5e pen, die is heel belangrijk, want als ze die 5e pen gaan stoten, dan begint de dekrui en dan begint de staartrui. Dus dan is die duif uitgesloten voor de najaarsvluchten. Als je die 4e of die 5e pen gaat knippen en je gaat hem uittrekken, eerst knippen, wachten, tot de pen dood is, knippen. Hoe lang wacht je dan tot die dood is, die pen? Ja, dat is 14 dagen. En dan loopt hij tegen die 4e of die 5e pen aan. Ja. En dan heeft hij al geruit. Dat is in februari, maart. Meestal doe ik het in maart. En dan stop hij. Want die pen heeft hij geruit. Dat is een hormonenkwestie van die duif. En dan blijft die maand stilstaan. En ja, dat is met een marathon, maar dat kan ook met najaarsvluchten en noem maar op. Ja. Ja, ik weet niet. Dat,
je moet soms nadenken. Ja, ja. Daarover. Ik heb ondervonden dat ik eens een keer een doffer had. Dat was een hele goede doffer. Die was op de midfond goed. En die begon in één keer maar twee pennen te stoten. Ja, dat gaat niet goed. Dus ik heb die derde pen geknipt. Het bleef hier staan. En op een gegeven moment duurde het even. Ja, ik denk, hij moet nog verder door. En toen heb ik die vierde pen geknipt en ik heb hem eruit getrokken. En toen bleef hij gewoon anderhalf maand staan. Okay. En er was een doffer, die is toen in dat jaar ook nog generaal kampioen duif geworden. Ja, ja. Doe jij ook zoiets, Jan? Ik heb het geprobeerd, maar met de overnachting zo dat de laatste vluchten heeft dat misschien wel nut. Maar ik heb het afgelopen jaar niet meer gedaan. De tip heb ik wel eens keer overgenomen van Tony. Ik heb wel eens geprobeerd, maar ze bleven inderdaad wel staan. Maar ik heb toch niet zo'n idee dat het toch met de vluchten, met de natuur, toch een beetje nadeel heeft. Want die duif dat toch een beetje... Ik kan het mis hebben, hoor. Maar luister, ik ben nog geen helderziende, maar... Iedereen doet zijn eigen ervaring met NATO daarin. De enige wat ik weet, ze staan wel. Dus ik heb iets een ander systeem als Tony. En, dat mag. En ja, iedereen heeft zijn eigen systeem zo. Ja. Ook met die jonge duim, zeg maar. Ik houd er niet van als je jonge duim, zeg maar, afzet, wat hij doet dan, om direct te verduisteren. Daar ben ik dus een tegenstander van. Dat doe ik dus niet. Ik ga pas verduisteren. Pas uit die jong een beetje rondvliegen. En dan denk ik op een gegeven moment, ja, nou moet ik het doen voordat ze de eerste pen gooien. Ja, ja. Dan moet je het wel doen. Maar die duif, om direct als jonge duif al een beetje te verduisteren, dat zit me een beetje ting. Ik hou eigenlijk helemaal niet van verduisteren, maar het zal wel moeten, want anders kom je niet mee. Oké. Okay. Snap je? Ja. Dus zo doe ik het al jaren en al jaren ging het goed. Dus dan denk ik, waarom zou ik veranderen? Ja. Gaat al, Maar goed, kijk, het is altijd zo. Hij 10 mensen om reis zet, hij heeft wel 8 verschillende meningen. En tuurlijk. Je moet het doen, zeg ik altijd zo. Ik heb naast geen probleem mee. Tony denkt het, ik doe het zo, moet hij het doen. Nee, maar je kunt niemand kopiëren. Nee, dat kan niet. Nee. Iedereen doet zijn eigen... Je moet kijken waar het beste mee vliegt. Ja. En hoe je het beste aanpakt, dat doe ik al jaren. Ik laat me door niemand wat door de wijs brengen. Ik probeer eens, ik wil eens keer iets uit wat ze mij een tipje geven. Maar later denk ik van, heeft het nut of niet nut? Ik denk, ik doe het toch weer op mijn eigen manier. Ja. Zoals de eendaagse vondduiven en de metvonden draaien ook goed op, Jan. Ja. Heb je daar nog tips over hoe je dat... Ik ben dus van de hele Vondunie Ontwente ben ik dus kampioen geworden. Hoe heet dat? Totaal aangewezen en onaangewezen bij elkaar. Maar die duim, ik doe er dus al die een paar mee. Maar ik doe dus, die geef ik dus extra ietsjes snoepzaad. En ik geef ze dus extra een pendaatje. Ja. En die voer ik dus een beetje, die voer ik natuurlijk meer op dan die Vitesse Midfondduim. Die krijgen wel iets meer energie, zeg maar. En dan doe ik ze wat tovo, weet niet, geef ik er extra bij. Oké. Okay. Om toch die duim een beetje klaar te maken voor die dag van vlug, omdat dat natuurlijk veel zwaarder is. Mm-hmm. Heb je dan een speciaal voer er nog waar je daarvoor doet? Of leg je... Voer je beginnende week wat lichter en dan wat zwaarder met de... Of zeg je dan nou, na de eendaagse en die metvond, krijg je mentor wat zwaarder? Ik voer ze allemaal, alle duim, alle doffers van mij voer ik dus in, heb je gezegd, in potjes. Maar die dagvondduim voer ik natuurlijk anders weer als die snelheidsduim. Ja, maar ze krijgen allemaal wel hetzelfde merkvoer. Ja, oké, gewoon niet een lichte mengeling. In het begin van de week wel, maar dan geleidelijk aan ga ik zwaarder voeren en ik voer gewoon voer van Tilburg. Okay. Dat doe ik al jaren en dat gaat me, ik vind het gewoon super goed voer. Okay. En me keert niks aan, dus Dus dan denk ik, maar gewoon, ze hebben wel wat voor de dag vond, hebben ze wel wat extra nodig. Dus ik voer wel extra wat penda's, geef ik ze. Ja. Een beetje extra snoepzout om ze een beetje rond te krijgen, een beetje vol te krijgen, weet je niet. Ja, ja. En hoe voer je dat dan de laatste paar dagen, dat die penda's en die snoepzout? Of begin of gewoon... Nou, vanaf maandag voer ik wel elke dag, krijg je 2 penda's, normaal alle duim. Om ook een beetje zinnig te krijgen, maar ik hou van zinnige, rustige duim. Ja. Zeg maar, ik hou ook niet van wilde duim. En natuurlijk die overnachtingsduim en die dagvondduim, die krijg je dus aan het eind van de week steeds iets meer... voer ik ze wat meer penda's. Oké. Okay. En jij, Tony, doe jij dat? Doe je het een beetje hetzelfde zoals Jan? Of heb je toch weer een andere vloersysteem? Nou, nee, ik zit net een beetje in een overschakel situatie. Ik heb mijn jonge duiven altijd gevoerd, volop. Want ik heb
bij Jonge Duiven, ja, dat is eindelijk de toekomst. En die mogen echt een beetje reserve hebben. Dit jaar heb ik het ietsjes anders gedaan. Ik heb nu eindelijk had ik dit jaar een mix tussen marathonduiven en dag van duiven. Meer dag van duiven of programma duiven. En ik heb ze nog wel dit jaar nog wel volop gevoerd. Okay. Dus ik moet duiven hebben. En duiven, jonge duiven is de toekomst. Ja, ja. En ik kan ze wel krap houden. Maar... Dus je bent niet echt zo van, ze moeten echt... Nee, maar de aankomend jaar wordt natuurlijk een ander verhaal. Okay. Ja, er wordt een ander verhaal. En dan ga ik wel een beetje op de korrel voeren. Dan ga je zeker natuurlijk even terugkijken ja, waar we nu opgenomen hebben. Ja. Wat heb voor Jan gegeven hè, natuurlijk, of niet? Ja, dus dat heb ik toen ook gedaan. Heb ik duiven in België gehaald. En toen heb ik... Hij was alleen maar een Vitesse-speler. En ik heb een beetje zijn systeem gevolgd. En dat gaf hem de vrucht af. En ik bedoel, je kunt eigenwijs zijn. Dat je zegt van, oh, zo moet het. Nee, je moet best wel intelligent zijn. Vind ik wel, duiven intelligentie. Ja, ja. Om toch te zeggen van, oké, hoe zijn die duiven? En vooral in de winterdag kun je zien van, oké, welke duiven hebben de meeste honger? Want duiven die willen nu eten. En ze weten gewoon van, wat ik nu heb, heb ik misschien morgen niet meer. Ja. Dat is de winter. Ja. En nou, daar ben ik nu al een beetje aan het observeren, hoe het allemaal in elkaar zit. En daar kan ik straks ook weer hopelijk profiteren van die bloedlijn, van die eigenschappen. Om die duiven verder te observeren en te voeren. Dus daar ben ik wel mee bezig. Dus nu zitten we in de winterperiode, zitten nu in de half december. Snakken jullie niet al niet van laat de vluchten maar beginnen? Of heb je nou andere leuke dingen in de rust, winter waar je... Rust. Observeren in rust. Ja? Ja, absoluut. Niet zoiets van de tentoonstelling of dat soort dingen. Doe jij daarom mee, Jan? Nou, ik heb dus een pasduivel om. Heb ik ook. Ik draag dus een helm in tak. Ja. Ik heb vanaf 1996 heb ik dus in ziekenhuis gelegen met mijn long. Ja. Dat de longarts zei, je moet stoppen met die duim. Maar ja, hij vanaf 16 jaar duim hebt, en dan, dat lukte mij niet. Ik zeg tegen de longarts, dat gaat niet. Dus ik heb dus een helm gekocht, eerst van Codice. En nou een kit heb ik gekocht. Twee heb ik, als de ene leer is, dan kan ik de andere opzetten. Ja. Dus dat gaat prima zo. En dan als ik uit Duinmaak kom, dan spuit ik me af met een luchtslang. Dat er toch geen stof nog iets aan zit. En ook gaat het goed. Al jaren ga ik niet meer achteruit met de long, dus het gaat prima zo. Okay. En maak je het hok nou één keer per dag nog schoon in de winterperiode? Nou, ik zeg het eerlijk, ik sla wel eens over. Als een keer er regent of ik moet wat anders doen, dan denk ik van, nou, laat maar één dag of twee dagen zitten. Ja. Voer je nou nog een potje, Jan? Nee. Nou niet, gewoon nou in de bak? Gewoon met de vluggen voer ik ze in potjes. En ik zeg eerlijk, in september gaat de vluggen af zijn gelopen. Dan ben ik ook blij dat het even weer afgelopen is. Hoor. Want dat is wel echt een zware taak. Want ik ben wel een beetje een slaaf van mijn duin. Ja, ben je veel uren per dag bezig met de duivensport? Nou, ik begin dus omdat ik totaal ben afgekeurd. Ik heb prothese in de arm, ben gevallen van de ladder. Dus ik heb mijn rug kapot, ik heb mijn arm kapot. De longen zijn aangetast, dus ik ben helemaal afgekeurd. Dus ik begin dus morgens in de zomer begin ik om 7 uur. Dan laat ik mijn doffers los. Laat ik de jong los. En dan ga ik de hokken natuurlijk allemaal schoonmaken. Laat ik ze goed trainen. Ga ik mijn kwekers verzorgen. Nou, en dan 10 uur of 9:30, 10 uur. Misschien iets later. Dan ben ik klaar. En 's middags om 4 uur dan begin ik weer tot 7:30 s'avonds. Okay. Maar ik ga er natuurlijk wel. Kijk, het is niet zo dat je gewoon die duim hebt en je gooit de voer in water in en je gooit die deur weer dicht. Ja, als je dan denkt dat je kampioen wordt, dan kun je het kunnen. Ja, dat denk ik ook. Je moet, wat ik zeg in de mensen, zeg maar, je moet een band opbouwen met de duim. Ja. En ik heb Tony ook verteld, laat die maar zeggen in het begin al. Ik zei, Tony, ik heb een hele goede band met jouw doffer, met die overnachte doffer. Ik zei, daar heb ik echt een hele goede band mee. Ik zei, daar heb ik heel veel vertrouwen in, let maar op, die gaat het doen. En hij was er. Dus kampioen. Voel je dat aan, Jan? Of hoe? Ik hoor je nou al vaker zeggen zo van... Ja, de feeling of... Ja, nou, dat is nou het gekste. Als ik een bon bij iemand koop, zeg maar... En ze stopt mij zo duiven in de mand en die moet ik meenemen... Dan wordt het niks. Dan wordt het drie keer niks.
Ook zou ik ze in de hand pakken niet. Dan denk ik, nou, dat gaat hem niet worden. En als ik de mensen zeg, nou Jan, hier kom maar en je mag een duif, een jonge duif uitzoeken, dan is het voor 90% is het bingo. Zeg maar, bij meneer Van Dijk uit Wieren, zeg maar, heb ik ook een bon gekocht, heb ik ook heel veel succes met haar. Dat is, dan doet hij mijn duim in de hand, of welke OM, die of die. Ik zeg, doe me deze maar. En heel vaak heb ik daar heel veel succes mee. Ook bij een vriend uit Reizen, zeg maar, kwam ik in 2000, toen zei hij tegen mij, wat zijn mijn beste duim? Toen zeg ik, toen had hij ook nog duim van Betty Kamphuis. En daar zit natuurlijk die Jansen erin, waar ik gek op was. Ik zeg tegen hem, dat is je beste. En daar links in die hoek, ik zeg, dat is je beste. Nou zei hij tegen mij, dan krijg je volgend jaar, mag je daar twee jongen uitzoeken. Maar wat ik altijd naar kijk, als je een hele goede doffer hebt, als de doffer beter is als de Duvin, wat ik dan uitzoek, dan geef mij de Duvin maar. De Duvin, vind ik, die aart altijd ietsjes meer naar de vader dan naar de moeder, als het een goeie is. Dus ik kwam in 2001 bij hem, zeg maar, en toen zegt hij tegen mij, nou, zoek maar uit. Toen keek hij vanop dat ik met de meeste mensen, als een bonnetje koop, die zoeken altijd de doffers uit. Ja? En bij mij is het tegenovergestelde, ik kijk gewoon wat het beste is. Als de doffer beter is dan de Duvin, dan moet de Duvin hem, de jonkie. En ik nam twee Duvinnetjes neem ik mee. Ik zeg tegen hem, dat gaat bingo worden weer. Ik zeg tegen hem, nou, hij lacht naar die idee weer niet. Ja. De een wordt jonge duivenkampioen, Dret. En de ander wordt NATO-kampioen duif van de vereniging, Dret. En de ene week nog goed heb ik de derde NPO weer nou eruit gekweekt. En de andere, de eerste Nationaal Blois, heb ik ook gewonnen toen. Ja. En met die moeder van die man. En toen kwam ik bij een kameraad van hem. Die is nu al overleden, zeg maar, jammer genoeg. Toen zei hij tegen mij, wat is dan mijn beste doffer, zei hij tegen mij. Ik zei, nou, ik zeg, Henk, die doffer, ja? Toen zegt hij, Jan, die heb ik helemaal mis, zei hij. Wat dan? Hij zei, daar heb ik nog nooit geen goeie uitgekweekt. Ik zei, ja, nou, maar luister, het zit, laat eerlijk zijn, het zit allemaal tussen de oren, hè, in het kopje. Hè. Ik ben nog geen helderziener. Nee. Maar ik heb gewoon, ik weet niet wat ik dan niet heb. Maar als ik een duif in de hand heb, dan denk ik, nou, dat wordt hem. Ik weet niet, dat is hem voor de kweek of voor de vling. En ik zeg tegen hem van, nou, ik heb er wel vertrouwen in, zeg tegen hem. Ik zeg, wat, laat mij die defender zien. Maar dat moet ook passen, hè. Wat mensen kunnen ook niet koppelen. Ja. Dan zetten ze die duim helemaal verkeerd op elkaar en dan denk ik, dat wordt allemaal niks. Toen ging ik zo naar beneden, maar die had ze op zolder zitten. Toen vroeg ik zo aan hem, wat ga je nou met die duif doen? Die ga ik naar de slag doen, zei hij. Ik zeg, als je hem toch naar de slag doet, maak ik die duif dan niet hem, zei ik tegen hem. Ja, zei hij, als je hem moet hebben, neem maar mee. Het was een duif, een soort van koorman. Van Dick Leeuwwerker uit Klaas Waal. Hij heeft hem heel veel geld gekost. Hij zegt, Jan, neem maar mee. Hij deed met de stamboom, keek op de stamboom. Ik zeg, kijk, wel weer die verlorene Jansen erin. Hè? Ik zei, dat ben je niet. Ja. Ik heb hem meegenomen en onder andere kampioenduimen kweek ik eruit. Eerste prijswinnaars. En onder andere de eerste Nationaal Blois kweek ik eruit, die doffer. Nou, hij snapte niks van. Maar ja, ook die duif van Betty Kamphuis, zeg maar. Die van mijn maatje. Hij kan niks met die jongen, of die vliegt wel goed bij hem, maar geen kop. Ja. En ik zeg, die Duvin moet erop, of die Duvin moet erop. En heb ik dus al die duiven, heb ik er misschien 5 of 6 jongen van gehad, maar ik had 3 kampioenen uit. Heb je die duif nog steeds? Nee, dat is al jaren geleden. Oh, dat is een jaar geleden. Dat is al zo, dat was klein kind van de Wonderboy. Was dat toen, van de 05. Waar let jij nu op, als je de kwekers of vliegtuigen op elkaar zet? Omdat je het nou zegt, kijk daarna. Maar wat zijn jouw dingen waar je mensen zegt van, probeer dit eens? Of? Ja, nou bij mij, ik kijk naar de bouw van de duif. Met duim met losse steun of slechte rung of vleugels niet goed, kippenvleugels of geen mooie pen. Daar moet je natuurlijk niet mee gaan kweken, daar moet je niet mee verder gaan, maar daar kom je niet verder mee. Wat ik belangrijk vind, is het oog. Oog, een goed kweekoog, zeg maar, goede dikke rimpels erin. Ik weet niet, kweekrimpels, dat zie ik graag. Je moet ook nooit die 2 kweekoogen op elkaar zetten, dat gaat ook niet goed. Je moet altijd proberen een kweekoog op een vliegoog te zetten, weet niet. Met uitstraling. Ja. En ja, heel vaak, als ik een duif zie, zeg maar, afgelopen jaar ook, zeg maar, vorig jaar, zijn maatje van mij, ga eens mee naar zo'n classic, weet niet, van de kring heen. Hij zegt, ga eens mee. Hij zegt, zoek jij nou eens een duif uit, zei die wat goed is dan. Toen pak ik een duif, liep ik er langs heen. Ik zei, dat vind ik je, die moet je hebben, zei ik dan. Die pak maar. Hij pakte hem in de hand. Hij zei, ah Jan, nee, die moet je helemaal niet hebben. Zei, dat is niks waar, zei die. Is helemaal niks. Ik zei, nou meen je niet.
Nou, ik zeg maar, jongen, je moet zo kijken. Hè. Een duif die je gespeend hebt, ja, die moet supergoed winnen in de hand. Die moet body hem, die moet niet zwaar meer start mijn rug of zo. Die moet direct goed winnen. Maar een jonge duif, die zakt altijd weer af. Als je hem speent in het hok, als je hem weer klaar pakt, dan schrik je van zo'n jonge duif. Want die loopt altijd weer terug. Dan moet je maar kijken. En dat duifje was zeg maar 32, 30 dagen. Dus die heeft hij apart gegooid, die man. Die heeft die duif en die loopt terug. Die bouw is gewoon niet zo super. Toen zei ik aan hem, ik zei, nou, ik heb er wel vertrouwen in. Koop jij maar die anderen, die duurden daar. Ik zeg, weet je wat je doet? Jij moet dat duifje van me kopen. Laat ik jou zien, zei ik aan hem. Laat ik zien dat er wel wat in zit. Ik heb er vertrouwen in. En hij heeft hem gekocht voor mij. En hij gaf hem mee. Zijn vader had hem ook gekocht voor mij. Zijn vader heeft hem betaald voor mij. Ik wil geen geld hebben, zei zijn vader. Je krijgt die duif van mij voor niks. Ik zei, nou, weet je wat dan is? Alle prijzen wat die duif wint, maar met die klasse kun je dan geld verdienen. Al dat geld wat ik win, die krijgen jullie, die moeten jullie hem. Nou, die duif heeft al, de eerste prijs was 200 euro. Die heeft hij al gewonnen. Hij heeft een paar keer in de kop gevlogen. Hij stond nog bij de asduim, maar hij moest één keer lengen, die duif. Dus dan ga ik zo'n duif niet meedoen. Zo ben ik dan. Ja. Dan kan hij ook kampioen worden, dan denk ik van, ik laat die duif gewoon zitten, die heeft geen kans. En een duif geen kans heeft, doe ik hem niet mee. Ja. Ga ik hem niet straffen. En de laatste vlucht durf ik hem ook niet meer te doen. Ik zeg, want het is een pure snelheidsduif. Ik zeg, ik ga hem niet spelen, zeg ik tegen hem. Dan, ik ga niet voor het geld. Ja. En ze hadden geloof ik 350 euro met elkaar hebben ze verdiend met die duif. Ja. Dus die heeft hij opgebracht. En ik heb er dit jaar mee gekweekt. Ik heb hem op een hele goede doffer van mijzelf gezet. Ik heb direct al de tweede jonge duifkampioen van de afdeling. De eerste en de tweede had ik. Maar de tweede kampioenduif van de afdeling komt dus uit die de Venal. Oké. Okay. Nou, dat is dan mooi. Ja. Dus het was, ik had het goed gezien. Ja. Maar let jij op, Tony, als je gaat kweken of koppelen, let je ook op ogen? Nee, maar net wat ik zeg, van, ja, ik ben net weer overgestapt ook naar programmaduiven. Dus ik maak mij ook twee keer per dag schoon. Op dit moment. Ik zit heel veel onder mijn duiven. En ik ga alleen maar observeren. Ik kijk nu ook van, oké, wat zijn nu de laatste pennenruiers? Met voeren, wie zit het langs aan de voerbak? Wie is het eerst aan de waterbak? Dus dat hou ik echt heel streng in de gaten. En dus net wat Jan ook heeft, een stukje band met die duiven. Alleen ik moet die duiven moet ik weer opnieuw leren kennen. Ja. En ik maak notities en ik zie wel van, oké, ik heb nu al bijvoorbeeld de vin uitgezocht. Die heb ik extra gemarkeerd met een plastic ringetje. Dat ik denk van, oké, die wil ik even in de gaten houden. En dan laat ik het even doorgaan. En ik denk dat ik ze volgende week de duif ga ontleuzen. Pak ik ze allemaal in de hand. En die mij echt te dik zijn, die te snel te dik worden in de winterdag. Ja, die krijg ik een minnetje van mij. Ik hou liever van duiven die in topconditie. Ja, die echt het hele jaar stabiel zijn. Ja. Daar kun je mee door. En ook wat Jan net zegt, van duiven waar een fout in zit, moet je niet mee kweken. Ja. Je moet alleen maar, want daar ga je niet meer vooruit. Daar ga je alleen maar mee achteruit. Ja. Dus alleen maar duiven zien van, oké, hoe zit het in elkaar? Hoe zit hij in evenwicht? Noem maar op. Of een duif voor mij al nu in de winter voorover valt, dat hij geen evenwicht heeft, wordt het geen kampioen. Dus meestal als Jan en ik op hokken zijn en we gaan duiven uitzoeken of we gaan duiven observeren, dan zijn we vaak wel met elkaar eens. Gaan jullie dadelijk samen bij jou of bij jou, gaan jullie dan samen koppelen of geef je advies, Jan? Ja, nee, maar 95% zeg maar, zijn we wel met elkaar eens. Ja. Als ik een duif pak en Tony pakt hem eerst of ik pak hem eerst, zeg ik mijn mening. Ja, meestal, ja. Ik erover zit en, als er niet wat is, laat ik meteen los. Ja. Ik zeg, nou, dat is hem niet. En dan pak ik hem ook in de hand en dan hoeft hij, ik zeg maar niks, ik zal je zeggen wat er, wat er markeert. Ja. Dus elke fout waar bij je duif zit, moet je niet vaak kweken. Zoals, hebben het nu over de duiven gehad en over het hok en zo, over het voeren. Zoals met de vluchten, tegenwoordig hoor je veel in Nederland, we verliezen een hoop jonge duiven. We hebben wel eens van die ramp vluchten, zeg maar, dat komt daarna, het komt er toch wel een beetje goed, de duiven toch weer af. Niet om de duivensport nog gelijk zo negatief te brengen, zou ik maar zeggen. Maar wat denk je waar dat aan kan liggen? Je hoort wel eens van aan de windmolens of aan het mobiele telefoons. Wat denken jullie? Wat daar de problemen van zijn? Nou, ik zal je vertellen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een half leeg hok met jonge duiven heb gehad.
De eerste keer wat ik me herinneren kan is 2001, dat is heel lang geleden, was een ramvlucht. Maar toen kreeg ik mijn duif ook goed. De rest had allemaal lege hokken. Maar ik denk, wat Jan ook al zei, sowieso gezondheid. Maar ik denk, zoals ik met jonge duiven wandel, ook met die reizenmand in de volière, of buiten de volière, ze moeten alleen maar drinken in de reizenmand. Dus die stress is er al af. Ten tweede doe ik al vanaf week 5, doe ik ze al in de gewone mand. Dat ze daar al die rust in hebben. Dan hebben ze die stress niet. Ja. Maar vaak is het dan al met de eerste paramixer-enting. Ja. Ik pak mijn jonge duiven regelmatig in die mand. Laat ik ze gewoon een paar uur staan voor het hok. En dan had ik ze eerst al voor het hok. Dat had ik al los. En dan begin ik. En als de jonge duiven goed trekken, dat zie je zelf wel. Als de jonge duiven echt goed wegtrekken. En wat ik ook vernomen heb aan mensen die dus zo'n GPS-chibbering om de poort doen, dat ze die uit kunnen lezen waar die duiven overal naartoe gaan. Naartoe vliegen. Ik weet van Jelle Jellema dat die duiven die vliegen naar Emmen, die vliegen naar Utrecht, die vliegen helemaal het zuidelijk in, die vliegen naar Duitsland. Waar moet ik ze africhten? En als duiven goed trekken, dan moet je er gewoon afblijven, maar wel in die mand stoppen. Ja. Dus ik hou liever die benzine in de tank. Richt je veel af? Nee, ik richt helemaal niet veel af. Ik doe alleen die duiven in de mand, dat die stress eraf is. Okay. En dan probeer ik wel natuurlijk de jonge doffertjes en de jonge duifjes even te scheiden. Dat ze niet, dat de jonge devinnetjes niet te veel op kop krijgen. Je gaat eigenlijk gelijk vanaf de eerste africhting in de vereniging gaan ze eigenlijk... Ja, ik denk dat ik ze misschien 1 of 2 keer zelf wegbreng. Okay. Maar als ze wegtrekken en ze zijn uur weg, waar moet ik ze dan kun je niet, ja, wat ik dat zeg. Dat bedoel ik. En alleen die mand, dat is de vooropleiding. En jij, Jan, hoe zit dat bij jou? Nou, ik hou ze dus zoveel mogelijk rustig, zeg maar. Ik ga niet zo heel vroeg africhten, want ik krijg alleen maar stress en problemen met de gezondheid. Ja. Dat doe ik dus niet. Ik hou die duim zo lang mogelijk, laat ze gewoon bij huis trainen, zeg maar. En dat ze wegtrekken, dan moet je er niet mee zo gauw mee gaan donderen. Want als je te snel die duim, zeg maar, gaat africhten, dan haal je die trek ook eruit. Dan gaan ze ook niet meer wegvliegen, hè? Ja. Dan hou je ze bij huis. Dus ik hou ze zo lang mogelijk. Pas een paar weken voor de vlucht, dan denk ik, nou moet ik beginnen. En als je dan afgeregen, dan moet je goed opletten op de wolling. Er moet een schaapwolling zijn. Ja. Ook niet dat het donker weer is of bewolkt of iets is. Dan moet je geen risico nemen. Je moet kijken naar het weer, zeg maar. Dat er echt de hele dag, ook niet dat het 's middags om 3 uur gaat regen. Dat risico, dat neem ik dus niet. Dan moet je dus het domste wat er is. En dat heel veel mensen... Pak gewoon die duim in de mand, die kijken in de lucht en dan kijken ze van, nou kan het wel. Dan brengen ze weg, maar zijn ze op de lossingsplaats, dan is het slecht weer. Ja. Dus je moet overal kijken, dat het ook waar je loslaat, die hele vlieglijn moet je bekijken, dat het weer goed is. Maar het moet ook niet heel stralend blauw wezen. Nee, moet gewoon schaapmolen. Mooi schaapmolen, goed weer. Ja. En ook niet met kopwind, de eerste keer afregen, de tweede keer. Moet gewoon zuidwestenwind weer, mooi weer. Dan moet je denken van, nou moet ik het pakken en nou moet ik het doen. En dan, ja, dan zeg ik, ik verlies ook wel heel weinig duim. Alleen wat het te maken heeft, wat ik dan denk, je hebt natuurlijk veel meer straling in de lucht zit nu dan 30 jaar geleden. Ja. Snap je? Die straling van de telefoons en noem maar op. Ik denk wel, en met al die zendmasten en alles, dat dat wel een invloed heeft met de duim. Dat ze daar wel een storing van krijgen. Dat denk ik dus wel. Ja. Maar goed, als je daar een beetje... Dan moeten ze natuurlijk mee leren omgaan. Ja. En dat is het probleem. En de gezondheid samen. En de luchtwing. Mm-hmm. Luchtwing van die jongen, vergeten ook sommige mensen. Dan denken ze dat die duimen goed gezond zijn. Maar dat zijn ze dus niet. En als ze wat met de luchtwing hebben. Vooral in zo'n vrachtwagen. Waar te weinig zuurstof in komt. En dat zal heel veel zuurstof opnemen. En dan krijg je het probleem. Maar je overal aan denkt... Elk jaar verlies ik heel weinig jonge duim. En Tony ook. Dan denk ik van, hoe kan het nou dat er bij een ander hok altijd zoveel ellende is? Is het wel hier in de omgeving altijd, jullie in de vereniging of hier in de regio's? Ja, er zijn gewoon heel veel verliezen. En ik, ja, een stukje aanvulling. Wat ik net zeg, van, ik richt ook heel weinig af. Net zoals Jan doet. Van, als je af gaat richten, dan blijven ze bij huis. Het enige wat ik doe, wat ik toch regelmatig doe, die duiven in de mand. Ik laat ze een paar uur staan. Laat ze voor het hok, laat ik ze los. En ze draaien 3 keer, pssst, ze zijn weg.
Dus ja. Ik heb die toch, die duiven zijn ontstrest naar die dien en ze trekken toch weer weg. En net wat ik zeg, van die brandstof die hoog ik in de tank. Wat ik verder denk van de jonge duivenspecialisten, die hebben vaak de meeste vliezen. Wat ik door er komt, wat ik denk wat er door komt, is die, die mensen die richten jonge duiven zo vaak af. Maar ja, ze richten ze meer af dat ze rond laten vliegen om het huis. Wat leren die beesten? Die leren alleen maar van A naar B te vliegen. En komt er eens een keer een situatie, een weersituatie, dat het oriëntatieproblemen kan opvolgen, zijn die meesten, die duiven, die zijn kansloos. Die weten niet om terug te keren. En ik denk daarom, dat hoeft helemaal geen slechte duiven te zijn, maar die raken op een gegeven moment in de stress. Ja, ja. En ik denk dat daar daarom de meeste vliezen komen. Okay. Of bij mensen waar de jonge duiven helemaal niet wegtrekken. Te veel voeren, et cetera. En ja, fouten. Yes. Dat zijn fouten. En je hebt toch jonge duiven nodig voor de toekomst. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk wel een heel beetje ander systeem als Tony. Ja. Maar dan zeg ik, mijn jonge duim, die voer ik dus, ik denk 4 weken voor de africhting, voer ik ze elke dag volle bak. Als mijn jonge duim loskomt, voor die tijd, ja, dan hebben ze dus al voer gehad. Ik laat mijn duim nooit vliegen op honger. Want waarom niet? Zal ik uitleggen. Als je die jonge duim, als die op honger, als je die loslaat, en ze vliegen een eindje weg. En ze vliegen 30, 40 kilometer weg. En ze hebben de tank leeg. Ze hebben de brandstof op. Dan heb je heel vaak kans dat zo'n duif bij een ander in dok gaat zitten. Ja. Weet niet? Omdat die honger heeft. Die kan niet meer terugkomen. En daarom zorg ik ook altijd dat 4, 5 weken voor de africhtingsvluggen, dat mijn duim gewoon altijd genoeg voer hem. Weet niet? Ze luisteren in het begin. Luisteren ook zo voor geen meter. Ik kan ze ook helemaal niet binnenkrijgen. Ik doe gewoon na mijn doffers, laat ik de klep, gooi ik los. Dan kunnen ze vliegen, wat ze willen. En na een uurtje gaat de klep weer dicht. En wie er dan weer in zit, zit erin. En zo heb ik het al jaren gedaan. En ja. Is dat wel leuk om dat zo te horen? Van over twee liefhebbers zo naast elkaar. Ja. En toch dat ja, jullie nee, maar vaak toch, bij elkaar optrekken. Ja, nee, ik luister geen honger leven, hoor. Absoluut niet. Maar ja, als ik zeg, iedereen heeft zo zijn ja, visie. Maar, en ja, maar begrijp je, als heel veel liefhebbers, dat die jonge duim samen heel weinig voeren. Ja, laat ze de volgende dag laten ze die duim los. Die duim die trekt weg. Die hebben het moeilijk om in terug te komen. Die denkt, waar moet ik nou heen? Die vervlingt zich. Maar dan op een gegeven moment is die tank leeg van die duif. Hoe moet zo'n duif dan thuis komen? Hm. En dat begrijpen ze niet. Ik zeg, jongens, wat jullie allemaal doen, doet maar zoals jullie het willen. Ik doe het op mijn manier. En dat gaat al jaren goed. Dan denk ik van, ja, zal ik het daar fout doen? Maar er zijn ook liefhebbers, ik ken ook liefhebbers. Die gaat de jonge duim al vanaf, als ze gespeend worden, zo gauw als ze al vliegen, dan pakken ze ze al in de mand. Hè? Dat is natuurlijk ook een systeem, dat is natuurlijk ook slim. Ja. En elke keer een klein stukje wegbrengen. Ja, dat zijn erbij, die beginnen al heel vroeg, zie je in België. Daar hebben ze nu winterkweek volop. Ja, en die beginnen dadelijk in maart, die beginnen dadelijk allemaal te africhten. Ja, in mei begint de jonge duivenvlucht al. Ja. Ja, maar kijk, in mijn ogen is het zo, winterkweek, daar krijg je heel vaak domme duim door. Weet waarom? Nou is het nog redelijk goed weer. Maar straks komt die jongen buiten, sneeuwt het, hagelt het, de lucht is niet goed. En dan laat ze die duim los. En dan gaan die duim toch trekken. Maar daar leren ze helemaal niks van mij. Want de mensen die allemaal winterkweek doen, moeten ze allemaal zelf weten. Kijk, als het goed weer is, hebben ze geluk. Maar als het in januari, februari nog hartstikke slecht weer is, en je laat je duim weg en ze trekken weg, dan krijg je ook heel veel verliezen. Ja. Want die duim kan dan niet zich oriënteren om thuis te komen. Zo is nu ook, we zien dat er steeds meer weinige liefhebbers in Nederland, dat het afhaken, stoppen ermee met de duivensport. Wat denk je, hoe wij nou weer, zoals de jeugd, weer meer belangstelling kunnen geven of informatie geven over de duivensport? Hoe kunnen we die kinderen er weer bij krijgen bij de duiven? Ik was afgelopen week op de afdeling 8 prijsuitreiking. En dan zie je dan de jeugd zitten. Maar vroeger zag ik veel meer jongeren. Maar je ziet steeds minder. Hoe denk je? En ja, ik vind de jeugd is toch de toekomst. Het eerste wat ik erover denk is natuurlijk, de duivensport is natuurlijk verschrikkelijk duur geworden. En als zo'n kind begint, zo'n jongen, zo'n jeugdlid begint met duim.
En het moet allemaal van de ouders komen. Dan wordt het wel een probleem, hè? Ja. Kijk, de vereniging, ik zou zeggen van... Ga die kinderen, ga die promoten, ga die gewoon sponsoren in de vereniging. Ga er zeggen van, nou, weet je wat het is? Je mag de eerste 6-7 duim, jonge duim, mag meedoen. De vereniging gaat dat betalen. Dat is de goede oplossing. Ja. Ja? Dan kom je die kinderen, die kom je tegemoet. Want als er alles van de ouders moet komen, wat ik vroeger dus ook had, dat mijn vader zei, ja, maar dat gaan we niet doen, want dat kost mijn kloon mijn geld, weet je niet. Ja. Dan lukt dat gewoon niet. Kijk, je moet gewoon, die kinderen die moeten gewoon, de NPO ook en zo, die moet die kinderen een beetje sponsoren. Ja, dan krijg je ook meer. Ja. Wat ze soms al doen, een gratis hockeyen of zo, of wat dan ook. Ja. En die, maar wat ik steeds merk, kijk, als ik een jeugdlid hier in Wieren had en die zo meer vies, dan zou ik er naartoe gaan, zou ik die jongen helpen, zou ik hem wat duim geven voor niks en zo, dat die toch niet zoveel kosten heeft. Ja. Snap je? Ja. Maar dat gebeurt gewoon. Dat is gewoon, als zo'n jongen begint, ik vroeger, dan moet je het gewoon maar een beetje uitzoeken. En dat is natuurlijk wel jammer. En de duivensport gaat natuurlijk heel handig aan, gaat het allemaal minder worden. Ja, hoe denk je dat de toekomst eruit ziet in de duivensport? Als je dat nou zo ziet en je ziet de laatste jaren van, zal het meer naar de professionele kant gaan? Ja, heel commerciële gedoe. Dat draait ons allemaal een beetje de nek om. En, Jan en ik, wij zijn wat dat betreft de jongste leden in de club. Maar ik denk wel, wat ik zelf zie op televisie, ik ben zelf ook maar graag vissen. En heb je elke ochtend of zondag, vooral zondag, om 9:30, RTL 7, vis-tv voor de jeugd. Dan leggen ze alles uit, hoe en wat. Ik bedoel, dat kan in duivensport ook. Wat in de visserij kan in duivensport ook. En ik denk dat het niet altijd hoeft met 40 tot 60 duiven. Ik denk als je een paar goede duiven hebt en je wordt goed onderlegd, dan denk ik, ja, buiten die kost om van de klok, maar dat wordt steeds omdat het de vergrijzing is in duivensport, worden die materialen ook goedkoper via bepaalde websites. Om te zeggen van, oké, er is toch wel een mogelijkheid. Ik bedoel, zo'n jongen die komt aan de etenstafel s'avonds. Zegt van, ja, ik wil met duiven beginnen. En die ouders die krijgen in één keer de rekening te zien. Ja, die schreeuwen zich door. Vooral in deze periode nu. Mm-hmm. En ik denk, als je een goede begeleiding hebt daarin. Net zoals wat ik net zeg van VisTV. Dat je zoiets met duivensport ook wel op kunt zetten. Ja. En ik vind ook dat de NPO, ja, dat die daar ook meer moet sponsoren. Ja, dat zo'n NPO ook moet zeggen van, luister eens in, we moeten zorgen dat we jeugdlijn krijgen. Als je wil beginnen, dan zullen wij zorgen voor een leenklok, of voor man, of voor een hok. En als die jongen er dan mee stopt, dan moet hij natuurlijk weer inleven. Ja. Of dat hij geld verdient of zo, ja. Of dan bepaalde dat hij geld verdient 21, 22 is. Dat die dan de NPO zegt, oké, dan moet je een terugbetaling doen van zeg maar 100 euro of 150 of wat dan ook, ja. Wat dat is. Ja. En ook de vereniging, die moet ook, zo'n jeugdlid moet die meer sponsoren, vind ik. Ja. Die moeten zorgen toch dat de vraag aan de leden van, wie kan een paar jonkies missen, laten we allemaal, alle leden, dan 2 jongen geven. Ja. Kijk, dan is het van zo'n jeugdlid niet zo duur, want als je wil beginnen, dan is het gewoon niet te betalen. Ja. Dat is gewoon voor de rijke lui misschien heel makkelijk, maar als je gewoon mensen hebt met een gewoon normaal loontje, je ouders, is dat gewoon niet meer op te brengen. Jouw dochter, Jan, die is nou 20, heb je net verteld. Klopt. Betrekt ze er eigenlijk ook een beetje in de duivensport? Nou, vindt ze het leuk? Vroeger, toen ze jong was, vond ze het prachtig. Vooral als schimmeltjes had, of groen of zo, daar keek ze daar, daar had ze op de hand, speelde ze ermee. Maar ja, nou is gekomen dat ze nou achter die jongetjes aan gaat. Ja. Dat is nu belangrijker, hè? Dus dat jeukt allemaal. De jongetjes, dus dat is. Ja, dat waren wij ook natuurlijk. Dat voel ik gewoon. En nou staat de duivensport. Ze vindt het wel leuk als je kijkt wel eens een keer zo, maar niet echt dat zij zegt van, nou, ik begin ook met die duim. Kijk. Ja, als hij dadelijk met een partner thuis komt, dan moet je die weer proberen een beetje warm te houden voor in de duivensport natuurlijk. Hè? Ja, maar dat zou ik ook wel doen. Maar ja, dat is voor 90% is dat uitgesloten, denk ik. Want ja. En jij, Tony, heb jij kinderen trouwens? Ja, ik heb 2 kinderen. En mijn zoon die heeft duiven gehad.
Oké. Okay. We zijn de combinatie geweest. Oh. Maar ja, het op een gegeven moment zijn eigen hockey met duiven. En toen kwam hij echt 's ochtends vroeg bij ons op de slaapkamer. En hij zegt van, al mijn duiven zijn door. Dus we, ja, hij had zijn hok niet afgesloten. Mm. En ja, er is een mat ingekomen. Okay. Al zijn duiven gesloten. En toen was hij er helemaal klaar mee. Ja. En ja, wat verder, ja, ik kom eindelijk uit de duivenfamilie. Dus al mijn ooms hadden allemaal duiven. Neven hadden duiven. Alleen mijn vrouw die wordt steeds enthousiaster. Mm. Dus ja, die dacht ook eerst van ja, wat zijn postduiven? Nou, we zijn inmiddels al heel lang bij elkaar en ze heeft nu steeds meer kijk op. En nou, voor ons is het tafeltje kunnen dekken. Ja. Voor de duiven komen, koffie, okay. Iets te eten, een drankje erbij. Nou, dat is voor ons een plezier. Alleen ja, de buren die zijn ook steeds enthousiast aan het worden. Voor mij, die wonen sinds 3 jaar. Ja. En die vragen nu ook eigenlijk van nou, hoe is het met de duiven gesteld? En ja, eerst wisten ze van niks. En nu hebben ze van ja, nou, ik hou steeds meer rekening met de duiven. En wanneer komen de duiven thuis? En dus dat is ook alweer een positiever gebaar. Ja. Hey jongens, we zijn bijna bij het einde gekomen van ons podcastprogramma. Jan, zou jij misschien nog iets willen zeggen tegen de luisteraars? Tips geven? Wil je nog, zit nog iets op je hart waar je zegt, nou Carlo, daar wil ik nog eens kwijt. Nou, ik heb niet zoveel te zeggen. Ik denk dat ik meestal wel verteld heb. Ja, allemaal. Dan zeg ik, ik ben tegenstander van medicijn voor postduin. Ik heb toch een idee dat als je medicijn geeft, dat de weerstand een stuk minder wordt. Dus ik al jaren geef mijn duim geen medicijn meer. Ik kan alleen maar tegen de luisteraar zeggen van zorg dat je die duim super gezond houdt. Als je het niet vertrouwt, ga naar dierenarts, laat mestonderzoek doen. Zorg ook aan de stad voor de kweek dat die duim, dat je zeker weet dat die duim gezond zijn, dat je geen probleem krijgt. En alle tip maar ik heb gezegd met die jonge duim, ja, met dat water drinken en gezond houden. Ja, dat zou ik dus doen. Ja, oké. Okay. Ja, Tony. Ja, ik heb niet zoveel meer aan toe te voegen. Niet? Ja, nee. Ik vind gewoon, of in welke aard van sport het ook is, je hebt alleen maar te doen met talenten. Okay. Elke duif is geen bingo. En ik heb wel eens uitgerekend met Jellema, dat we over vijf jaar gekweekt hebben, het aantal duiven en wat rendabel is. Nou, hij kweekt behoorlijk veel jongen. Ik kweek behoorlijk veel jongen. Dan zit je onder 1%. Hm? Onder 1%. Wat na 5 jaar nog rendabel is. En ja, dat is eigenlijk dat de mensen gezegd van je moet niet denken dat elke duif bingo is. Hm? Ik denk dat, net ook wat Jan zegt, een goede duif heeft sowieso, wanneer die goed opgekweekt is, een goede weerstand. Oké. Okay. Gezondheid en lichamelijke bouw, talent. Okay. En alles met de luchtwegen, belangrijk. Dat de luchtwegen goed schoon zijn, weet niet, daar moet je voor zorgen. En alles met elkaar. Maar goed, de duimsport is natuurlijk ook wel heel, wat ik jammer vind, veel jaloezie in de sport. Hè? En afgunsten, maar dat vind ik wel jammer. En dat was vroeger niet zo. Dat merk ik, dat voel ik steeds meer. Hoe harder je gaat vliegen, hoe meer mensen je ook die een probleem met je krijgen, omdat je zo vliegt. Ja. Kijk, en dat, ja, dat is, vind ik wel heel erg triest in deze duivensport, dat het zo moet. Ja, maar ik denk dat dat bijna in iedere sport wel een beetje... Ja, maar de duivensport is wel heel extreem soms, hoor. Dat voel ik, ik voel dat wel. Vind ik wel jammer dat het zo moet, want kijk, als een ander beter is dan mij, dan geef ik hem de hand en dan gun ik hem dat. Dat maakt mij niks uit. Ja. Dat vind ik, dan moet ik juist meer mijn best doen om daar tegen aan te gaan. Dat vind ik mooi, concurrentie. Ja. Maar hij hard vliegt, zeg maar, dan hij meer vijand dan vriend. Okay. En dat is wel jammer in de duivensport. Heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het leuke gesprek. En leuk dat jij erbij aankwam bij de tafel erbij kon zitten, Tony. Dat was voor mij ook een verrassing. Of voor onze verrassing. Ja, ook bij mij ook onverwacht. Ja, Jan zei toch je een mooi liedje kon zingen, maar dat laten we maar niet doen, Jan. Hè? Jij wilde niet zingen, Nee, dan ga ik fluiten. Ik wil even wat tegen de luisteraars zeggen. Ik hoop dat jullie genoten van dit gesprek. En hebben jullie interesse om een keer een podcastprogramma op te willen nemen? Neem gerust contact met ons op.
Het maakt niet uit wie je bent, of dat je vond, jeugd, of wat ook speelt. Alles wat met de duivensport te maken heeft, nemen we graag op met een gesprek. En ik wou jullie zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bedankt, heren. Groetjes. Dank je. Doeg.